Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5 Zomerradio. We binnen in dag met de dwaande envelop, de hardtop met die envelop. Maar ja, wij gaan erin. Anja, kunst u dat vertellen? Anita van der Meer, die had haar vriendin opjoen, Irene. En we staan nu in Dokkum onder Zuringstraat en we gaan Irene verrassen. Dus daar gaan we nou heen? Daar gaan we nou heen. Zie je dat? We binnen op, noem het zien. En we moeten nu noemen 16, want waar ben het er? Daar ben het Irene. Irene. En die werd verrast door haar vriendin Anita. Anita. Nou is die natuurlijk. Ik ben al je meesten inmiddels zo'n tje naar boet, van boet naar binnen, toch? Noem een sexton. Volgens mij maar weer wijzen. Volgens mij ben we op de plak. Dus we kunnen... Ja. Dat ja. Durf ik wel. Nou. Mag ik over de draad, hè? Tineke bellen dan. Nou, goeie. Hallo. Hi. Hi. Wij zijn van Simmer Radio. En jij bent opjong volgens mij, want wat is jouw naam? Hè? Irene Kotentakis. Ja, dat klopt dan helemaal. Dat klopt, want Anita kennen jou toch? Ja. Dat is een vriendin van jou? Ja, klopt. Ja. En goede vriendin? Ja, buurvrouw, vriendin. Maar ze is er net, hè? Nee. Zij is op vakantie, ja, Anja weet daar natuurlijk weer alles van. Maar, dat, okay. Maar ze had jou opjong voor een leuke dwaande envelop. Oké. Okay. Dus dat is apart. Kom een beetje dichterbij, want Anja die kent alles, Sjenlita, Anja. We hebben van jou de keuze uit 12 enveloppen, maar een gratis uitje in, hier in de regio. Ja. Dat Mayo Dwan, Maya Anita, jouw vriendin. En ik zou zeggen, kies er een uit. Ja, en dan is de bedoeling dat je de komende weken gooi en lekker op stap. Je krijgt van nu een tas bij een camera. Dus tot informatie over bij jou hinnegonnen. Volgende week of een Europese week, dan nodigen we jou uit. Naar in de studio taal om een verslag te jaan van jouw uurtje. Hoe het best is, maar ja, Anita. Maar ja, paard. Maar ja, nou de hart op met die dwaande envelop. Kies er in uurtje. Wij weten ook net wat erin zit, dus wij zijn zelf ook heel nieuwsgierig. Die? Ja. Alsjeblieft. Nou, pak hem even mooi uit van die camera. Ik ben heel nieuwsgierig wat erin zit. Bootje varen. Ah, bootje varen. Ja. Maar dat wordt leuk, toch? Je bent niet bang voor wetter, hoop ik, hè? Jawel. Nee, oh. Ik kan niet zwemmen. Maar dit komt goed. Zit kettingen en alles zit erop. Dit komt bij je goed. Dit is die beruchte tas, hè, waar het al hier om gaat. De befaamde tas. Ja, de befaamde tas. En ja, ik zag het al. We houden een beetje rekening mee dat ik wat minder waken wij zijn tijdens Simmer Radio. Maar dan hindert niet. Er zit ik een prachtige paraplu bij. Kun je er mee bezien, hoor? Ja, natuurlijk. En ik heb zin. Dit is heel geschikt voor gekke selfies, meisje. Ja. Het is een prachtige kleur. Er vast hartstikke mee op. Ja. Mooie vorm, Mac. Echt wat voor ladies. Echt wat voor ladies. Die krijg je in mij. Nou, hartstikke mooi. Dus we hebben een prachtige paraplu. Hebben. We hebben onze eerste winnaar. Kom er nog even bij. Want dan kunnen we even... pak alvast die prachtige paraplu. Ondertussen laten we nog even zien wat er in die tas zit. Want er wordt van jou verwacht dat je natuurlijk bij ons komt om een liets verslagje te meiden. Hoe het west is. Wat jouw avontuur west is. Dat jij met je vriendin. Er zit een camera in. Met die camera kan je foto's meten, selfies, je kent er van alles maar mee. De dwaande selfie, dat wordt straks het hot item van Simmer Radio. Ik ken haast niet missen. En er moet natuurlijk Sanon dan even wat opschreven worden van alles wat beleefd haast. En dat kan hartstikke mooi met deze dwaande notitiepapiertjes. En natuurlijk met de pen net ontbreken van. Stuk, de dwaande pen. Ik zal hem even vastdraaien voor je. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dus het wordt een hartstikke leuk uitje volgens mij. Ja, zeker. Dan wens ik jou een hele leuke dita en dan graag tot volgende week. Oké, prima. Komt helemaal klaar. Ja. Die is ook we zullen het daar zo weer aan. Alsjeblieft. Ja. Nog een paraplu. En natuurlijk nog die extra paraplu voor Anita natuurlijk. Dankjewel. En dan nog een leuke dij. Ja, gaat wel lukken. Veel plezier. Dankjewel. Hoi. Hoi. De allereerste dwaan hebben we op de doorruit. Hans, weet je er heen gaan? Hij is naar Dokkum gegaan en Irene gaat voor u op stap mij die dwaan envelop. En Tineke, wanneer jaren wij meer? Jim Jerren en wij jaren meer op 6 juni, sneuwen van 2 tot 4 uur bij Simmer Radio. Dan kiest alles jaren voor het eerste uitje van de dwaande envelop. En wil jou ek op stap naar de dwaande envelop? Jou je dan nou op via sommerradio@rtvnof.nl. Wanneer?